De lancering en herpositionering van de Suriname Environmental and Mining Foundation, CEMIF, vond vanmorgen plaats. Hiermee wordt gestreefd om een nog grotere impact in Suriname te creëren met dit fonds, gefinancierd door Roosevelt Gold Mines. Dit CEMIF-fonds is opgericht op 27 februari 2008 door Roosevelt Gold Mines NV, NV Grasalco en de staat Suriname. Volgens Michal Ramdas, voorzitter van het CEMIF-bestuur, streefde het fonds altijd naar een natuurvriendelijke, verantwoorde en duurzame exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen. Met deze herpositionering streven we ernaar een nog grotere impact te maken in Suriname. Door die projecten te ondersteunen die de ontwikkeling waar we naar streven op effectieve wijze teweeg te brengen. Onze nieuwe identiteit symboliseert een welvarende toekomst, waarin de rijkdom van Suriname op een duurzame wijze wordt benut voor de bevordering van de ontwikkeling. Als CEMIF ondersteunen we diverse belangrijke doelstellingen, zoals het stimuleren van verantwoorde exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, het verstrekken van studiebeurzen aan getalenteerde Surinaamse staatsburgers binnen de vastgestelde kaders en het bevorderen van ondernemerschap gericht op duurzame ontwikkeling. Naar zeggen van Wesley Rozenhout, directeur van NV Grasalco, kom je als land er niet onderuit om je natuurlijke hulpbronnen te ontginnen. Daarbij komt kijken dat mijnbouwbedrijven aan het ecosysteem komen om mineralen te kunnen ontginnen die zij gebruiken voor hun bedrijf. Dit zorgt ervoor dat we na die ontginning van die natuurlijke hulpbronnen, dat vooral de in de omgeving wonenden nog steeds de gelegenheid hebben om van hun natuur te genieten. Daarom is er bij het formuleren van het nieuw beleid van Grasalco ervoor gekozen om de afdeling Community Relations uit te breiden met Corporate Social Responsibility. En deze afdeling heeft dan onder zich twee afdelingen, Community Relations en Community Development. De themagebieden om voor het CEMIF-fonds in aanmerking te komen berusten zijn educatie en onderzoek, ondernemerschap, gemeenschapsontwikkeling en milieubescherming. Het fonds heeft thans een bedrag van $5 miljoen ter beschikking.